De nieuwe eerstejaars zullen café-restaurant Polder wel kennen hier zo. Mooi fancy gebouw, veel glas. Maar ja, toen wij hier kwamen binnenlopen, was het eigenlijk alleen maar een oude schuur. Ja, het was wel een opmerkelijk bouwwerk, maar wat het precies was? Geen idee. Dit leek de Annahoeve te zijn. Het laatste restant van akkerlandbouw hier in de Watergraafsmeer. Want dit gebied, dat was vroeger voor eeuwenlang, was dit eigenlijk alleen maar boerenland. Er zijn ook nog heel veel moestuinen geweest. Zo hebben we hier op de tweede rij zitten Fred Brakenhoff. Die hier zo nog op deze plek een moestuintje heeft gehad. Waar dit graan vandaan komt. Mooi toevallig. Maar, zoals jullie zien, alles is eigenlijk verdwenen. De Annahoeve is een restaurant-café geworden. En wij staan hier in gebouwen met glas en beton. Maar nu, hierachter de laatste ruigte. Graafmachines zijn en er weer een bord staat er. Anna Stijn en Ruigte wordt gemaakt. En daar gaan we het vandaag over hebben op de Dag van de Duurzaamheid. In samenwerking met Green Office die daar staan. Een discussie over Anna Stijn en het achterliggende idee ervan. Nou, bij ons op de banken vandaag nemen plaats. Allereerst uiterst rechts voor jullie. Heren Boersma, hij is correspondent bij de... Nou, hij is schrijver bij de correspondent over het ecomodernisme. Daarnaast neemt plaats Gerard Oostermeijer, conservatiebioloog aan het IBED. En hier zit Jeroen Schutte, een van de initiatiefnemers van Anna Stijn en Ruigte. En vandaag de gast als afgevaardigde daarvan. Dus misschien leuk om te beginnen voor alle nieuwsgierigen. Wie Anna is? Wie is Anna eigenlijk? Oh, moet even. Oké, kunnen jullie me horen? Ja? Niet? Oké, de vraag was wie was Anna? En Anna was eigenlijk een boerin die hier boerde in Watergraafsmeer. En zij produceerde voedsel voor de gemeente Amsterdam. En dat deed ze in de Anna's Hoeve. Dus het is een boerderij die ook haar naam draagt. Ik heb me laten vertellen dat ze ook nog steeds leeft. Maar inmiddels haar boerderij dus heeft verkocht. We zijn nog steeds op zoek naar Anna. Haar achternaam is Ten Broeke. Dus mocht jij weten waar ze is. Ja. Of iemand anders. Een oproep aan jullie allemaal. We hebben ook al het telefoonboek geprobeerd. Ja, ja, overigens. Gerard, jij bent hier een ecoloog. Maar wat doet hij eigenlijk in de stad? Zo weinig mogelijk, want ik ben het liefst in de natuur. Maar we doen tegenwoordig bij IBED ook aan stadsecologie. Dus ik heb bijvoorbeeld een student die in de stad bezig is om te kijken naar hoe verschillende typen stadsnatuur, hoe interessant die zijn voor bloembezoekers en bestuivers bijvoorbeeld. We hebben gekeken naar de ecologische functie van drijvende vlotjes in de grachten van Amsterdam bijvoorbeeld, in hoeverre die van belang zijn, dus dat doe ik in de stad. En ik probeer me ook via contact met de stadsecologen steeds meer te bemoeien ook met de rol van het groen binnen de stad, als link ook met de natuur daarbuiten. Oké, en tenslotte Hidde, je hebt een artikel geschreven over het ecomodernisme. Kun je mij vertellen wat het ecomodernisme is? Dat kan ik. In het kort is het eigenlijk het is een nieuwe groene stroming die zich een beetje afzet tegen de klassiek groen. Waar ik dan klassiek groen een beetje typeer als de romantische terug naar de natuur. En ecomodernisme zeggen nee, we moeten ons juist zoveel mogelijk de rug toekeren naar de natuur om zo de natuur te redden. En de basis van het ecomodernisme is eigenlijk samenballing. We moeten zowel het wonen samenballen, de landbouw samenballen als de energie samenballen. En dat komt dus neer op met z'n allen in de stad wonen. Zoveel mogelijk heel sterke intensieve landbouw en kernenergie. Om op die manier zoveel mogelijk land te sparen dat we allemaal terug kunnen geven aan de natuur. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is een mooie tegenstelling met Anders Ruigte, denk ik. Hoe ben je daar terecht gekomen bij die stroming? Nou ja, het komt eigenlijk... Ik zie mezelf als heel groen. Maar ik heb altijd moeite gehad met een soort licht anti-technologische houding van bijvoorbeeld een Greenpeace. Ik ben zelf moleculair bioloog en ik zie gewoon bijvoorbeeld als het gaat over genetische modificatie, dat zij er echt naast zitten.
En ik heb op meerdere vlakken het idee gehad dat zij een soort romantisch ideaal hebben van landbouw en bijvoorbeeld ook van hoe te leven, die eerder slechter voor de natuur is dan beter. En toen kwam op een gegeven moment het ecomodernisme langs. Eigenlijk begon het al een jaar of 10 geleden. En daar voelde ik me heel erg tot aangetrokken, tot hoogtechnologische oplossingen om de natuur echt te redden. Oké, okay. Ja, dankjewel, interessant. Voordat we verder gaan over het ecomodernisme en alle filosofische discussies, eerst even terug naar Anna. Want waarom heb je Anna eigenlijk opgericht, Jeroen? Dat is lang geleden begonnen als een guerrilla-tuin hier op het Amsterdam Science Park. Dat deden we met een groepje biologie-studenten. En wij zagen eigenlijk zoveel plekken hier op het Amsterdam Science Park waar gewoon een gazonnetje groeit. Wij dachten, wij kunnen prima dit gras gebruiken voor de productie van groenten. En dat hier aanbieden aan de studenten. Dat was eigenlijk een soort van allereerste idee. En vervolgens heeft dat idee een vlucht genomen. Zijn er meer mensen bijgekomen en wilden we deze hiervan een officiële tuin maken. Een tuin die het support vindt van de universiteit. Een tuin die wordt gedragen door de studenten, maar ook de omgeving. En dat is eigenlijk nu helemaal veranderd in een idee wat het alternatieve manier van landbouw en voedselproductie laat zien. In harmonie met de natuur. En dat te midden van een stad. Dus uiteindelijk is het idee gegroeid, sterker geworden in mijn mening. En zo sterk dat we support van de universiteit hebben ontvangen ervoor, de gemeente. En de bouw gestart is. Je zegt, het wordt helemaal ondersteund door de UvA en ook door de gemeente en andere partijen. Maar wat hebben zij precies bijgedragen? Hoeveel heeft de UvA hierin geïnvesteerd? Het is een lang verhaal in hoe dat precies gegaan is. Ik zou graag willen beginnen bij de start. Dat maakt het complexe verhaal minder complex te beginnen. Dus wat wij daar hadden is een stuk grond. En om te beginnen eigenlijk... als jij zoiets voorstelt, dan kom je tegen allerlei complexiteiten raak je aan. Bijvoorbeeld het feit, als je hier groente wil maken en je wil dat aan jullie verstrekken. Bijvoorbeeld tijdens deze beta break had ik een eigen pompoensoep willen serveren uit de tuin. Dan kom je tegen het probleem aan dat de UvA bijvoorbeeld contracten heeft met cateraars. Zij hebben een contract met Eurest en wij kunnen niet zomaar dat hier doen. Dus al dat soort dingen... kan je zien dat als je je tuinidee begint, dat er opeens allerlei barrières zijn opgeworpen die ontstaan zijn in onze maatschappij. En dat is eigenlijk ook iets wat ik wil zeggen als grote fout in onze organisatie van de maatschappij, omdat dat dit soort initiatieven heel erg tegenhoudt. Uiteindelijk zijn dus de universiteiten en zo zijn gaan meedenken in plaats van tegenwerken en manieren zijn gaan zoeken om het wel mogelijk te maken. Dus dat wil ik als voorbeeld geven aan duidelijkheid op je vraag. Ja. Dus is die bijdrage dan niet financieel? Ze gaan zeker ook op financiële plekken ons proberen te helpen. Ja. Dat is altijd handig natuurlijk. Oké, maar over ecomodernisme willen we daar even verder op gaan. Aan welke technieken kan ik denken bij ecomodernisme? En puur op landbouwtechniek dan? Ja, dat gaat om genetische modificatie, die nieuwe techniek CRISPR, het gaat om kunstmest, het gaat om bestrijdingsmiddelen. Voor mij geldt ook, voor alle ecomodernisten geldt ook, we willen zoveel mogelijk natuurlijk, zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen gebruiken. Maar als je ziet dat heel veel groene bewegingen zeggen gewoon, moeten daar, die willen het liefst per vandaag alle bestrijdingsmiddelen afschaffen. En dat kost zoveel opbrengst dat daar weer zoveel nieuw land voor nodig is om evenveel te produceren, dat het uiteindelijk slechter is voor de biodiversiteit. Dus ik pleit heel erg ook voor precision farming en dat soort dingen. Het gaat echt om hoogtechnologische... Als jij dat lijstje hoort, Gerard, wat is jouw natuurlijke reflex als ecoloog? Nou, ik ben eigenlijk niet helemaal tegen dit soort ecologische ontwikkelingen, omdat ik decennia lang eigenlijk zie dat... Wat veel gezegd wordt is dat de landbouw ooit geleid heeft tot een vergroting van de biodiversiteit. En eigenlijk is het hele natuurbeheer in Nederland heel lang voortgehinkt op de gedachte van de boeren kunnen onze natuur wel beheren. Nou, dat is eigenlijk de afgelopen 30, 40 jaar gebleken dat met de huidige intensieve landbouw eigenlijk niet echt meer mogelijk is.
Hoewel er natuurlijk wel wat over wat gradaties in zijn. Het is een hele interessante gedachte om inderdaad een veel sterkere scheiding te bewerkstelligen tussen intensieve, hoogproductieve landbouw en daarnaast de natuur veel meer de natuur te laten. In plaats van te proberen om veel meer een soort wisselwerking tussen landbouw en natuur te krijgen. Omdat dat inderdaad, en dat is misschien ook wat Hidde zegt, omdat dat tot weinig meer biodiversiteit leidt. En dus er ook is zo het misschien zo. Voel je vrij om te reageren? Ja, oké. Okay. Wat ik heel erg zie in deze beweging, is een argument om wat wij nu zien fout gaan in die intensieve landbouw. Dus gebruik van pesticiden, fertilizers. Deze beweging is eigenlijk een manier om te zeggen van we kunnen daar best mee doorgaan. We hebben nog technologische veranderingen nodig. Maar ondanks alle fouten die we zien in dit systeem gaan we toch gewoon door. En dat vind ik riskant. Omdat we zien de fouten, we zien de schade van het milieu. Ondanks het is fossil dependent. We zien de effecten die pesticiden hebben op de natuur. En toch is er hier een movement van we gaan gewoon door. Want er komen wel technologische oplossingen die het redden. Dat vind ik extreem gevaarlijk. Ja, het bijzondere is dat al je uitgangspunt dat kunstmest of bestrijdingsmiddelen fout zijn. Dus dat er een systeemfout zit in de huidige landbouw, daar ageer ik al tegen. Ik bedoel, als je ziet hoeveel meer we kunnen produceren op dezelfde hoeveelheid land. Ik bedoel, als je met biologische landbouw de huidige opbrengsten wil krijgen wereldwijd, moet een gebied zo groot als de Amazone ongeveer extra plat. Dat is 20% verschil ongeveer. Ja, ga er maar aan staan. Voor mij moet je dus daar veel pragmatischer in zeggen. Wat zijn de belangrijkste dingen die je wilt behouden in de wereld? En als ik bijvoorbeeld kijk naar Azië en Afrika, als ik iets wil behouden is het Congo-bassin, de Amazone, Borneo. Dat betekent dat we vooral moeten zorgen dat de gebieden die we nu gebruiken voor de landbouw, dat we die zo efficiënt mogelijk gebruiken om daar zoveel mogelijk te produceren. Om te zorgen dat de natuur overblijft. Want het probleem met biologische landbouw is gewoon dat er zoveel natuur verloren gaat, dat je uiteindelijk dus biodiversiteit verliest, ondanks dat je bij intensief kunstmest en strijdingsmiddelen gebruikt. Ik zie juist het andere patroon. Ik zie juist het gebruik van pesticides als een heel grote beschadiging voor het milieu. Want we zien al zeg maar dat sinds de Tweede Wereldoorlog wordt er ontzettend veel van die pesticiden gebruikt. De mensheid heeft gewoon echt geen idee hoe dat werkt. Pas enkele jaren later merken we enorme schade aan het milieu. Denk aan Silent Spring boeken. Vervolgens komt er een waslijst aan nieuwe middelen op de markt. Daar komt pas achteraf nieuw bewijslast over hoe schadelijk dit is. Denk aan tegenwoordige spullen die de bijen heel erg beschadigt. Dat komt dan nu weer in het nieuws. Maar de grote bedrijven die efficiënt werken, hebben al een lijst klaar liggen om opnieuw op de markt te brengen. Dus er wordt zeg maar gezegd inderdaad dat je natuur bespaart, maar ik twijfel daaraan ten zeerste. Maar het bijzondere is natuurlijk dat de grootste ontbossingen op dit moment plaatsvinden in landen waar het nog helemaal geen intensieve landbouw is. Alle ontbossingen op dit moment vinden plaats in Afrika, omdat daar, als je daar hogere opbrengst wil hebben, die mensen hebben dat daar echt nog nodig, dan de enige mogelijkheid is daar extra land te clearen. Dat gaat dan naar marginale landen, die dus ook heel snel eroderen. Dus als iets daar helpt, is het ecologische intensivering. Begrijp maar waarom worden die bossen gekapt? Omdat er extra land nodig is. Waarom dan? Omdat die mensen meer voedsel nodig hebben. Er zit op een tiende, die lui die halen een tiende per hectare van wat wij halen. Dus als je daar zo zegt, je hoeft helemaal niet naar de opbrengst van Nederland toe, maar wel bijvoorbeeld 5 keer zo hoog. En dat kan op een ecologisch geïntensiveerde manier. Maar je moet zorgen dat dat land, dat er geen extra land meer. Dat is voor mij de basis. Ik wil gewoon niet dat er extra land. Ik zie het, probleem van het kappen van de bomen als een vraag van ons voedselpatroon waar inherent fout in zit. Onze vraag vanuit de westerse wereld naar voedsel die daar kan worden geproduceerd. En daarvan is er nu een enorme natuurverlies. Dus bij wijze van introductie, daarom is Anne opgericht. Ja. Dat is een mooie koek. Even terug naar Anne Steiner-Ruigte, want we hebben nu over de Amazone of ontwikkelingslanden. Anne Steiner-Ruigte is hier op Science Park. Jullie hebben permacultuur als een van de mogelijkheden. Hoe groot kan je dat maken? Wat is dan maar Anne Steiner-Ruigte in het hele verhaal? Oké, permacultuur is dus een design principle die heel veel alternatieve vormen van landbouw voorstelt. En wat we eigenlijk zien, dat hadden we kort net voor het gesprek ook al even over, is dat die conventionele landbouw en ook intense landbouw, daar zitten heel veel boeren in, die zijn bang om te veranderen. Waarom zijn ze bang om te veranderen? Er zijn allerlei verzekeringen afgesloten, die verzekeringen dekken hun yields. En die verzekeringen
Die zeggen dat een boer van alles en nog wat moet doen om zijn yield te garanderen. Dus dat betekent dat in de verzekeringen clausules staan van maximale pesticidengebruik, fertilizergebruik, om ervoor te zorgen dat die yields maar hoog genoeg zijn. Voor een boer is het dus heel erg eng en bijna onmogelijk om veranderingen teweeg te brengen. En hier hebben we gewoon een klein stuk land waar we daadwerkelijk alle alternatieven kunnen proberen. Gewoon intercropping systemen, crop rotation systemen. En wij kunnen laten zien dat het hier werkt. Ondanks het zo'n klein gebied is, kun je experimenteel zeker dit soort dingen aantonen. En dat gaat Anna zeker doen. Is er dan ook wel een soort van gebrek aan kennis op dit moment, gebrek aan studies naar het onderwerp? Ik denk dat er gebrek aan kennis bij de boeren aanwezig is. En dat er zeker mensen nu bezig zijn met ontzettend interessante alternatieve systemen die in de globale voedselproductie nog niet geworteld zijn. Gerard, even om jou erbij te betrekken. Geen expert in de voedseldiscussie, maar jouw ecologiegebied natuurlijk wel. Zie jij een soort van potentie van permacultuursystemen, alternatieve systemen voor biodiversiteit? Of is daar ook nog geen onderzoek naar gedaan? Nee, daar is denk ik heel weinig onderzoek aan gedaan, voor zover ik het weet. Want dat is niet inderdaad mijn veld van expertise. Wat ik wel altijd heel snel bespeur, is natuurlijk dat een gebied als wat ik Anna's ruigte noem, en dat is duidelijk iets anders dan Anna's tuin, dat al heel snel geëvolueerd is naar Anna's tuin en ruigte. Er mag dus nog een klein stukje ruigte zijn naast Anna's tuin. En dan denk ik, ja, daar gaat de natuur weer. Die wordt eigenlijk alweer omgezet in iets wat voor de mens moet produceren. En dat wil niet zeggen dat ik niet achter het idee sta van de permacultuur en als voorbeeldproject. Maar ik denk dat het wel heel kleinschalig is om te kunnen fungeren als echt proefproject. Voor het aantonen van hoe belangrijk dit kan zijn voor onze landbouw. Je moet ergens beginnen, dat vind ik ook wel goed. Maar ik denk ook wel van als het al te klein is, dan... Dat geldt trouwens ook in de natuur, dat kleinschaligheid ook veel minder aanspreekt. Heel veel mensen zullen het snel afdoen van ja, dit is maar een klein stukje en hoe belangrijk is dat? Daar moet je wel voor oppassen, denk ik. Maar ik vind het is wel heel duidelijk een voorbeeld waarbij je meteen al ziet van er is een heel klein stukje natuur over en al heel snel is het geclaimd. En dat zei ik aan het begin al van nou, we hebben een stukje natuur en daar gingen je noemt het guerrilla landbouw. En dat was al geclaimd voordat het uiteindelijk natuur was. En dat is wel een beetje, ik zie mezelf als iemand die opkomt voor de natuur en de biodiversiteit. Nou, dat is hier al duidelijk een stuk achteruit gegaan ten opzichte van wat het zou kunnen zijn als je het bij wijze van spreken puur natuur had gehouden. Dus, snap je? Ja, want de ruigte hierachter, dat was best wel ruig. Had je dan... Ja, en nu zijn er al de graafmachines overheen gegaan en is het eigenlijk veel meer aangelegder. Vond je dat het beter zou zijn als het gewoon open gebleven was en er niks mee gedaan werd? Kijk, het is altijd zo dat in een stadsomgeving moet je natuur altijd vanuit een ander perspectief bezien. De waarde als natuurgebied, die was hier sowieso niet zo vreselijk hoog. Maar er gebeurden allerlei interessante zaken. Ik heb bijvoorbeeld blauwborsten zien zingen. Nou, dat had ik in tijden niet gezien hier op zo'n terrein. En dat betekent dat er allerlei interessante mogelijkheden waren voor ontwikkeling. Maar die hebben we natuurlijk ook wel weer een beetje de pas afgesneden. Ik denk dat inderdaad ook wel heel leuk is. Dus er wordt heel veel tegenwoordig onderzoek gedaan naar novel ecosystems. Dus ook ecosystemen en zo in de stad. En juist dat soort wilde dingen, wat hier dus blijkbaar, dat wist ik niet, wat hier voor was, dat is volgens mij veel rijker aan biodiversiteit dan als je het gaat gebruiken voor een productiesysteem. Ik denk dat we eigenlijk daarvan af moeten, dat we met welk productiesysteem dan ook de natuur echt helpen. Dat is gewoon voor mij een illusie. En ik vind het dus van die novel ecosystems, juist in de stad, maar ook in de oude mijnen en dat soort dingen, die zijn fantastisch wat daar gebeurt aan natuur. De natuur is echt fantastisch resilient. En het is zonde om daar weer eigenlijk een einde aan te maken. Okay. Kan ik erop reageren? Ja, natuurlijk. Dus kijk, wij zagen dat ook, die prachtige natuur om het Science Park heen. Maar er zijn hier heel veel bedrijven aanwezig op deze campus, deze scientific campus. En een aantal van deze bedrijven zijn ontzettend groot. Denk aan het datacentrum dat hier gelegen is.
Zij ontvangen allerlei internationale zakenpartners. Die worden op Schiphol opgehaald. Die worden met een taxi naar hun bedrijf gebracht. En die rijden langs wat wij ruigte of natuur noemen. Deze bedrijven hebben al een aantal keer bij de gemeente verteld dat zij het een rommeltje vinden. Die struiken daar, die bomen daar. Ze zien die vogels, ze vinden dat een rommel. En het liefst willen ze dat het strak gemaaid is, dat het er netjes uitziet. Dat die zakenpartners in hun auto's er langs zijn en denken, goh, wat ziet het Science Park er vandaag netjes uit. Wij zagen dat patroon als Anna Stuyne ruigte. En wij zeiden, dit willen wij niet. Wij willen zeker dat die natuur bewaard blijft, maar daar moesten we ze overtuigen. En als dat betekent dat wij dus onderhoud moeten doen, dan is dat dus dat stukje tuin, in principe, komt om de hoek. Wij hebben aan vergaderingen deze zakenmannen moeten overtuigen dat het niet een rommeltje is. Dus denk daar ook aan. Als je dit wordt gezegd, in een stad gebeurt het overal. Kijk maar hoeveel strakke gazonnen er liggen. Mensen moeten een manier vinden om dat te voorkomen. En dat heeft Anna Stuyne hier dus gedaan. Ja, maar ik, om daar nog even op te reageren. Ik ben ook bij die discussie aanwezig geweest. En inderdaad, heel veel mensen vonden het een rommeltje. En dan zei ik van, nou, dat is nou natuur. En toen zei degene die de projectleider, die zei dan van, wacht even, is dat nou natuur? Dan moeten we daar misschien een groot bord neerzetten. Hier is de natuur van Anna's Ruigte. En dan kun je natuurlijk ook het idee bij de mensen een beetje veranderen. Dat de natuur niet iets opgeruimd is, maar dat dat ruigte is. Hè, en daar vind ik de naam Anna's Ruigte vind ik ook heel leuk. En dus als het ware mensen laten zien dat dat natuur wat minder opgeruimd is dan je doorgaans ziet. We hebben hier natuurlijk op het Science Park heel veel kansen gemist wat betreft. We hebben hier een biologie of een science faculty. Maar het hele terrein staat vol met exoten waar ik onderzoek aan doe. Omdat die overal op de wereld problemen vormen. Die planten we hier op het terrein bijvoorbeeld aan. Dat heeft een verkeerde uitstraling, vind ik. En we kunnen hier veel meer bereiken wat betreft stadsbiodiversiteit dan we op dit moment doen. En het stukje ruigte is daar nog een gunstige uitzondering voor. En nou ja, dat zijn we. En jij zegt dan van ja, er komen hier ontzettend veel bedrijven. Maar dan ben je dus eigenlijk alweer bezig om je aan te passen aan wat bedrijven eigenlijk van ons vragen. Daar moeten we dus voor waken. En het maken van een tuin, omdat dat er misschien keuriger uit zou zien, daar ben ik dan tegen. Laten we dan de natuur wat meer ruimte geven. Dat je die ICT-mensen kan laten zien, hey, er vliegt een blauw bordje. Dat zou geweldig zijn. Maar ik snap wel wat je bedoelt hoor, dat je het moet redden om het nog verder terug te laten gaan. Maar dat is een heel treurig uitgangspunt eigenlijk. Maar ja. Ik snap wel waar je vandaan komt. Hoor. Dat is ook heel jammer. Dat is een soort, ik vind het heel mooi, ik woon in Amsterdam-Noord. En daar hebben ze echt gewoon besloten om nauwelijks bermen nog te maaien. Dus in de lente, en dan groeien er allemaal klaprozen en fluitkruid en dat soort dingen. Er zit wel een soort kenteringetje in. Het ziet er vaak heel slordig uit. Ik vind het fantastisch. Het is fantastisch met kinderen ook. Maar het vergt wel een soort verandering in. Voordat we discussiëren, we hebben een vraag uit de zaal. Jullie kunnen allemaal vragen stellen trouwens. Kom gewoon naar voren, maak hier een mooi rijtje en dan krijg je de microfoon. Maar eerst een vraag van Joris. Ja, dankjewel Johnny. Het is eigenlijk een opmerking, een reactie op iets wat gezegd was. Mag dat ook? Ja. Ik wil even reageren op wat Gerard net zei. Want ten eerste denk ik dat in de plannen nu is meegenomen dat wel een heel groot gedeelte van Anna Stuyne ruigte blijft ruigte. Dus daar gaan we verder niet in ingrijpen. Joris is ook Anna Stuyne ruigtelid. Ja, dus een groot gedeelte blijft ruigten. Dus dat is ik denk ook wat wij als organisatie belangrijk vinden. En ten tweede denk ik dat het inderdaad een heel goed punt is wat je net zei. Dat het IBED, dus het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica wat hier zit. Er werken geloof ik meer dan 100 wetenschappers. Er zitten weet ik hoeveel opleidingen onder. Maar dit hele hieromheen is niks te zien. Dus er wordt heel veel onderzoek gedaan in Zuid-Amerika of in natuurgebieden in Nederland. Maar op het Science Park zelf zie je helemaal niks terug van wat hier eigenlijk allemaal voor een fantastisch onderzoek wordt gedaan. Wat voor kennis hier allemaal zit. Dus ik denk dat het ook een van de voornaamste doelen van Anna Stuyne Ruigte wordt. Juist die kennis te delen, zowel op het gebied van natuur als van voedselproductie. Zodat je juist niet krijgt dat hier allerlei exoten komen en allerlei gekke praktijken. Dus dat je juist iets doet voor de stad. Dus dat is mijn Ja, daar ben ik het natuurlijk helemaal van harte mee eens. Ik denk dat we veel meer kunnen bereiken
in de inrichting van het Science Park als het gaat over de wisselwerking tussen wat er hier op het terrein gebeurt aan onderzoek en wat je buiten als uitstraling zeg maar ook hebt. En even afgezien nog van de waarde die dat voor de natuur kan hebben, is dat ook gewoon voor de uitstraling naar de maatschappij belangrijk. En je ziet al dat in de wisselwerking tussen wat er in Anna's tuin, om dat maar even te noemen, met de mensen die in de omgeving wonen, dat er al veel meer uitwisseling is. En dat dat niet alleen maar gaat over wat er in de tuin gebeurt, maar ook het contact tussen de mensen die hier werken en het contact met de mensen die hier in de omgeving wonen. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, dat is een sociaal aspect. Misschien kan ik dan wat gevaarlijker zeggen tegen je, om de discussie iets... Want kijk, het wordt de hele tijd nu gedaan dat je hebt de natuur en je hebt de tuin, de voedselproductie. Ik wil dat eigenlijk we dat niet meer loszien. Dat wil ik eigenlijk. Wij zijn even goed natuur. Hè? Wij mensen komen daar ook vandaan. En, dus dat is een gevaarlijker statement, denk ik, naar jou. Maar dat wil ik... Is dat dus dan ook beter voor de biodiversiteit? Is dat, want ik onderschrijf eigenlijk dit plan ook. Ik vind het heel belangrijk dat mensen ook dichter bij hun voedselproductie staan. Ik bedoel, de mensen die het verste afstaan van hun voedselproductie, die hebben de sterkste mening over. Dat is eigenlijk onderschrijven voor een heel groot gedeelte. En mensen worden daadwerkelijk ook gelukkiger van dit soort dingen doen. Maar als je echt kijkt op een iets grotere schaal, is het nou beter voor de biodiversiteit als de mens in harmonie leeft met de natuur of niet? En dat geloof ik dus niet. Of dus geloof ik niet, daar is behoorlijk wat studie ook naar gedaan. Land sparing versus land sharing. En dan zie je toch dat land sparing vaak, vooral in de tropen, maar ook wel in temperate climate, gewoon beter is voor de biodiversiteit. De natuur heeft gewoon natuur nodig. En er is gewoon geen enkel landbouwsysteem. Is dat een gevaarlijke statement altijd? Land sharing versus land. Wat jij daar. Want dat wordt heel vaak gedaan, inderdaad, met hoeveelheden productie worden dan vergeleken. Hè? Want dan moet je er wel bij zeggen. Mocht de opbrengsten gelijk zijn, dan. Dat zeg je er nu niet bij, toch? Nee, maar het gaat er vooral ook om. Van, zijn er dus op in welk landbouwsysteem genoeg niches voor echt bijzondere beesten? Bijvoorbeeld als je kijkt naar studies in Ghana, maar ook in India en dat soort dingen. Ik bedoel, de echt bijzondere beesten die wij het liefste willen behouden, die hebben echt de natuur nodig. Dat zijn niches die je gewoon nooit kan vinden, nooit kan namaken in de landbouw. En de opportunistische soorten, ja, die zijn inderdaad beter vertegenwoordigd op een biologische landbouwbedrijf dan op een conventioneel. Maar die overleven wel. Dus je moet juist heel erg zorgen dat die natuur echt afgescheiden wordt van ons landbouwsysteem. En dat is de enige manier om de echte natuur te behouden. Het is heel onromantisch. Maar... Ja, om daar nog even over terug te komen. Ja, ik vind het een prachtige discussie. Maar bijvoorbeeld in Ghana of landen als Bangladesh, daar heb je ook nog echte natuur. En dan wordt dat omgekapt voor landbouw. Maar Nederland is eigenlijk al bijna 1000 jaar puur cultuurlandschap. En er zijn ook heel veel vogels en diersoorten. Bijvoorbeeld onze nationale vogel, de grutto. Die komt hier speciaal voor doordat er zoveel weiden en graslanden zijn. Die juist door een beetje extensieve landbouw in stand worden gehouden. Nou, dat is wel heel... Gerard, wil je dan die... Ja. Ja. Nou, wil je dan niet zorgen dat de landbouw hier in Nederland gewoon extensief biologisch in de, wordt behouden. Zodat al die soorten die in korenvelden, in weilanden voorkomen, dat die hier nog blijven? Nee, ik ben eigenlijk, ik zit wat dat betreft een beetje meer aan de kant van wat Hidde net zegt. We proberen uit alle macht, proberen we levensvatbare populaties van die soorten, weidevogels, proberen we te handhaven. Maar je ziet eigenlijk dat bijna niet mogelijk is. En ja, je kunt zeggen, we blijven vechten. En nou, daar zit iets moois aan, dat deel ik wel, dat gevoel. Maar tegelijkertijd is het misschien veel verstandiger om te zeggen van ja, dat gaat ons niet lukken, tenzij er een enorme kentering is. En je kunt heel idealistisch zijn, zoals Jeroen eigenlijk is, en proberen om dat om te keren. Nou, dat is natuurlijk een nobel streven, dat vind ik ook wel. Het levert een leuk landschap op, maar natuur, als je het echt hebt over natuur, dat levert het niet op. Ik ben het helemaal eens met wat Hidde net zegt, dat wat we eigenlijk aan het creëren zijn, dat is allemaal een soort natuur van opportunisten en generalisten. En dat de bijzondere soorten die in onze natuurgebieden leven, die krijgen het steeds moeilijker omdat ze teruggedrongen zijn in hele kleine snippers van wat nog een beetje natuur genoemd kan worden. Jij noemt het allemaal cultuurlandschap, maar dat is maar ten dele waar en dat is ook aan het veranderen. Maar we zijn in tegenstelling daartoe zijn we steeds meer bezig om overal een beetje hetzelfde soort
wat wij dan natuur noemen, wat geen natuur is. Waar dan allemaal overal dezelfde soorten kunnen voorkomen. En die soorten hebben het niet moeilijk. En alle soorten van het wat meer natuurlijke landschap, die staan allemaal zwaar onder druk. En ja, die zijn niet geholpen bij het feit dat we hier een tuin creëren. He, dus hoeveel biodiversiteit je daar ook creëert, het is geen bijzondere biodiversiteit. Waarom denk je dan dat intensificatie van landbouw dat wel aan gaat bijdragen aan die soortenrijkdom? Nou, omdat er bijvoorbeeld, nu heel veel geld gespendeerd wordt aan het subsidiëren van boeren om nog een klein beetje biodiversiteit op in hun gebieden te krijgen. Dat werkt niet. Dat is al vele malen aangetoond. Boeren geld geven om natuur te creëren, dat werkt niet. Dat is zonde van je geld. Dat kun je veel beter besteden aan het groter en verbondener maken van wat we nog aan natuur hebben. En dat bereik je dan misschien door een sterkere scheiding. Maar ik ben het ook... Ik ben ook van mening dat daar nog meer onderzoek aan zou moeten gebeuren. Zeker in Nederland. Maar de modellen die ervoor gemaakt zijn, die wijzen er ook op dat je door die scheiding groter te maken, uiteindelijk misschien wel meer bereikt dan door de scheiding als het ware steeds minder groter. Wellicht nog een extra De Peel of Biesbos of Oostvaardersplassen maakt. Maar, in plaats van, Maar die intensificatie, dan een vraag aan jou, is waarom denk je dan dat dat gaat bijdragen? Want dat is toch helemaal niet een duurzaam systeem. Je moet heel veel plekken van de aarde nog steeds uitputten. Wil je dat systeem in stand houden? Nou, ik denk dat er vaak ook een karikatuur wordt gemaakt van intensieve landbouw. Ik denk dat we, als je kijkt naar hoe de landbouw zich natuurlijk over de afgelopen 50 jaar heeft ontwikkeld, dat we inderdaad veel te lang gefocust hebben op alleen maar productie. Dat was niet voor niks, dat was destijds nodig. In de jaren 50 wilden we gewoon nooit meer honger hebben. En dat is echt fantastisch goed gewerkt. En we zitten nu in een transitiefase dat opbrengst inderdaad niet alleen maar meer, of zeker niet het belangrijkste is, maar dat we willen dat we inderdaad veel minder run-off hebben van pesticiden. En dat zie je ook dat die transitie ook gebeurt. Dus ik geloof niet dat wij een soort crisis hebben in ons landbouwsysteem. Alleen je ziet alleen dat de focus terecht nu op dit moment verandert naar het groene maken van de huidige landbouw. En dat kan ook. Je ziet ook al hoeveel minder kunstmest er wordt gebruikt. En hoeveel minder, als je kijkt naar hoeveel minder pesticiden er gebruikt worden vergeleken met de jaren 70, dat is echt iets van 80% of zo. Dus je ziet dat het heel erg de goede kant op gaat. Dus wat mij betreft hebben we helemaal geen alternatief systeem nodig. We moeten het huidige systeem nog steeds veel duurzamer maken. En dat kan ook. Dat zie je ook echt heel erg gebeuren. Ik was vanochtend ook weer op een boerderij in de buurt van Lelystad, waar het ging over niet meer ploegen en dat soort dingen. Dus er zijn heel veel veranderingen in het huidige systeem. Die we nu allemaal aan het verbeteren zijn. Die we echt veel te lang hebben verwaarloosd. Hoor. Laat dat duidelijk zijn. Maar dat kwam omdat onze prioriteiten destijds anders lagen. Er zit een subtiel verschil in dit. Tussen wat ik voorstel en wat jij, waar jij voor bent. Zeg maar, de boer zien als een lineair systeem. Een boerderij is als een lineair systeem waar je input geeft vanuit fosfaten waar je een mijn voor nodig hebt. Etcetera, etcetera. Dan krijg je een product, dat product gaat naar mensen en er is afval along the way. Ja? Gewoon afval tijdens dat proces. Of je ziet het als een systeem, een ecosysteem op zich. De farm als een ecosysteem. En dit zijn voor mij, Anna's tuin neigt naar dat verhaal. De voedselproductie zien als een complex ecosysteem. Of het intensificatie, een lineair landbouwsysteem. Wat in mijn opinie leidt tot uitputting van de aarde. Ondanks het feit dat je met ecomodernisme manieren voorstelt hoe je trager de aarde uitput eigenlijk. Nee, maar ik denk dat het karikatuur is al van de intensieve landbouw dat per se lineair is. Maar dat is helemaal niet zo. Ik bedoel, je kan dat hartstikke circulair, dat moet ook nog circulair hebben, maar dat kan je heel goed circulair maken. Ik zou eigenlijk heel erg willen pleiten dat wij onze eigen afvalstoffen, zou ik zeggen, onze poep en plas, ook weer terug op het veld. Maar als je op één plek op de aarde gaat produceren, heel intensief, dan moet daar toch van een andere punt, moeten daar grondstof in worden gepompt. Ja, want kijk, het grappige is dat als jij gaat, als je het hebt over permacultuur, daar wordt ook van geoogst. Hoe je het ook went of keert, gaan daar dus nutriënten uit. Die moeten er uiteindelijk ergens van elders weer in. Er bestaat geen systeem waar nooit wat in hoeft. Om even in te grijpen, hè? Zwaar. Ja. Oké, we hadden nog de vraag van ecomodernisme. Dat is eigenlijk een fantastische theorie, dacht ik even. Maar omdat je eigenlijk een soort van bepleit als je gescheiden houdt en cultuur en natuur en zo optimaal mogelijk intensieve landbouw doet, dan zou het al goed kunnen komen. Maar dan moet dat wel gebeuren, zo optimaal mogelijk. Kan je dat aan de markt overlaten? Want als we nu zien... Nee.
dat gaat niet goed, hè? Nee, ik bedoel, dat is ook. Je ziet dat de ecomodernisme, die krijg je heel vaak als kritiek dat het een soort neoliberale stroming is. Maar als iemand, of als mens, als iemand pleit voor grootschalige overheidsinterventie, dan zijn het ecomodernisten. Bedoel, je hebt zo sterke, en dat is ook wel echt wel een probleem, maar je hebt een hele sterke overheid nodig om goede allocatie te doen. Een van de mooiste voorbeelden is eigenlijk Costa Rica. Een heel stabiel land, dat heb je dan ook wel nodig. Die zijn erin geslaagd om in 30 jaar tijd en de grootste exporteur te worden van allerlei exotische fruiten. En tegelijkertijd ook een heel groot gebied van hun land terug te geven aan de natuur. Door te zeggen van, dit is vruchtbare grond, daar mag landbouw worden gedaan. Hier is dit een boer die eigenlijk op veel te slechte grond, marginaal boer is. Die moet er gewoon weg. En die zijn uitgekocht, die zijn verhuisd, dat soort dingen. Dus je moet een heel erg sterke overheidsimpuls hebben met een heel sterk allocatiebeleid. En dat is inderdaad, dat is niet makkelijk, maar wel, het kan wel als je naar Costa Rica kijkt. Dat is echt een van de mooiste voorbeelden. Jeroen, en het feit dat jij zelf de schep in de grond steekt, betekent dat jij eigenlijk dat vertrouwen in de overheid niet hebt of niet wil wachten erop? Correct. Ik wil hier het volgende op zeggen. kijk, als mens voedselsoevereiniteit hebben, dus je eigen voedsel kunnen produceren, is je grootste goed. Als jij dat uitgeeft, jouw capaciteit om zelf voedsel te maken, verlies je al je eigen zeggenschap. Als jij, laat me een voorbeeld geven. Als jij een grote corporatie of een grote overheid alles voedsel laat maken en jij hebt daar niks meer mee van doen, dan reguleren zij de prijs daarvan. Mocht er een keer een grootschalige ramp zijn. Je hebt daar totaal geen invloed meer op. Dus om dat niet bij jezelf te houden, of in ieder geval niet meer te weten hoe dat moet, dan is er in mijn opinie een hele gevaarlijke indeling van staat. Maar niks heeft toch onze voedselsysteem meer robuuster en resilience gemaakt dan het uit handen te geven. Ik bedoel, het hele fenomeen van hongersnood, nee, kennen wij eigenlijk nauwelijks meer. Omdat wij ons een concreter voorbeeld is het feit dat bijvoorbeeld een heel grote bosbrand is geweest in Rusland. Echt enorme hectares zijn er afgefikt. Dat heeft heel veel granen daar verwoest. Geen één inburger daar in Rusland weet meer hoe hij zijn eigen voedsel moet maken. Dit heeft daar de voedselprijzen enorm opgedreven. En de plaatselijke bevolking nog naar enorme armoede is gebracht. In die tijd dat die voedselcrisis daar was. Omdat niemand meer weet hoe ze daar zelf kleinschalig voedsel moeten produceren. Dus dingen uit handen geven, zeker zoiets fundamenteels als voedsel, is eigenlijk levensgevaarlijk. Maar dit soort dingen los je dus op door een geglobaliseerde wereld te hebben, waar je dat voedsel dus ergens anders vandaan kan komen. Wat jij pleit is een soort systeem zoals we in 1850 hadden. Dus als je eigen oogst mislukt, ben je gelijk ook, heb je gelijk geen voedsel. Globalisering is je hoop leggen in mannen met pakken die vergaderen aan een VN-tafel en dan hopen dat daar een oplossing uitkomt voor voedselcrisis. Levensgevaarlijk. Zorg dat je je eigen voedsel maakt. Ga niet hopen op de meest efficiënte plek. Dat is globalisering. Gerard. Nou, ik wil er nog wel iets aan toevoegen. Ja, kijk, even tussendoor. We hebben nog een vraagje uit het publiek. Ja, maar ik wil nog heel even reageren op wat Jeroen zei. Want ik denk dat je op moet passen. Je hebt het over het zelf produceren van voedsel. Er zijn heel veel initiatieven om landbouw te bedrijven op daken, in allerlei moestuincomplexen in de stad. Stadslandbouw in het algemeen. Er is natuurlijk helemaal niks mis mee dat mensen die graag hun eigen voedsel willen produceren, dat ook in de stadsomgeving doen. Maar dat is een ander verhaal dan de grootschalige landbouw en de grootschalige voedselproductie. Dat gaat over hele andere zaken. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk om je eigen voedsel te produceren. Maar je moet wel even bedenken dat je daar de natuur, de bijzondere natuur, als het ware niet heel veel meer ruimte geeft. Je krijgt misschien wel meer biodiversiteit in de stad. Maar dat is niet, over wat ik daar straks al zei, dat is niet de biodiversiteit die het moeilijk heeft. Dus, maar er is niks mis mee met op kleine schaal permacultuur in bijvoorbeeld hier in Annastuin te bedrijven. Dat is hartstikke, hartstikke goed. Ja, dus dat nog even als verschil. Vind ik ook. Een vraag van Maribeth. Ik heb een vraagje over het economisch aspect eigenlijk. Want jij zegt dat wat hier op het Science Park gaat gebeuren eigenlijk een voorbeeld zou moeten zijn voor iedereen. Dat iedereen zijn eigen voedsel zou moeten kunnen produceren. Maar is het niet een beetje, zeg maar, hier zijn studenten die doen eigenlijk het werk. En er wordt ook nog eens geld ingepompt van de UvA, als ik het goed begrijp. Is het niet zo dat een soort van heel onwaarschijnlijk perspectief, omdat voor iedereen dat iedereen zoiets zou gaan doen?
Ik hoop niet dat het een ontzettend onwaarschijnlijk perspectief is. Ten eerste wordt er niet geld ingepompt. Dat is totaal niet aan de orde. Er moet juist wordt arbeid ingepompt. Dat is wat maar die arbeid komt dus wel van studenten die dat gratis doen, als ik het goed begrijp. Nou, het toch? Zijn niet alleen studenten. Dat willen we juist helemaal niet bereiken. Het zijn verschillende groepen mensen die bij elkaar komen. Om weer eens een keer voedsel te produceren. En niet te zitten en voedsel aan te schaffen op een plek. Maar inderdaad gewoon dat hier ter plekke te kunnen maken. En daar zijn niet alleen studenten bij betrokken. Dat zijn mensen die dat leuk vinden. Dus ook uit de omgeving, omwonenden, et cetera. Dus in principe denk ik dat je het initiatief dan niet speciaal... het is niet wat jij zegt in ieder geval. Okay. Dus ja... Ik heb een vraag die daarop aansluit, want ik zie heel erg een spanning tussen het hele grote gebied en het hele kleine. Namelijk anders ruikt het een over de hele wereld. En ik vroeg me af, stel dat we anders ruikt gewoon overal gaan doen. Is er wel genoeg aarde daarvoor? Stel dat we anders tuin ruikt overal gaan doen? Ja, dat denk ik. We hebben nu een groot deel van de arable land, dus bebouwbaar land. Dat is een heel groot deel van de aarde dat we verbouwen. Volgens mij verbouwen we 1/3 van het landoppervlak. Dat is enorm. Heel veel van die landbouw die we maken, of van de productie, gaat verloren door, laten we zeggen, stormen of plagen, pesten. Dus daardoor hebben we zo'n groot deel van het land nodig. Als je een rekensom doet, dat hebben we ook met food production gedaan, dat is een vak wat hier wordt gegeven, dan zie je eigenlijk dat je misschien maar 1% van de arable land zou nodig hebben om aan caloriebehoeften te komen. Maar die 1% dat gaat niet op, we hebben veel meer nodig, omdat je dus zoveel verloren gaat aan pestsoorten. Dus dat kunnen schimmels zijn, dat kunnen bacteriën zijn of insecten zijn, et cetera. Dus dat kunnen heel veel dingen zijn. Ik denk dat als je alternatiever gaat landbouwen, efficiënter, dus samenwerkt met de natuur, de harmonie en de balans daarin vindt, dat je een minder groot deel van de arable land nodig hebt. Dus bedenk nu dat we met deze efficiënte manier van landbouw 1/3 verbouwen. Ik denk dat we, als we dit op een alternatieve wijze doen, dat we met dezelfde hoeveelheid veel efficiënter kunnen produceren. Maar dat is nogal een uitspraak natuurlijk. Ja, dat is een uitspraak. Maar dan ga je er dus vanuit dat je bij permacultuur geen last van pest hebt. Eén manier om iets meer in harmonie met de natuur te landbouwen is biologische landbouw. En daarvan is de opbrengst al 20% lager, omdat het zo moeilijk is. Dus het is wel, ik vind het een ambitieus en mooi. Ik heb best wel veel onderzoek gedaan, of veel literatuuronderzoek gedaan in permacultuur. En er is eigenlijk nog geen peer-reviewed science over te vinden. Dus het is heel moeilijk om iets te zeggen over opbrengst, hoor. Dus ja, als het zo helemaal is, zou het fantastisch zijn. Alleen, het is wel... Ja. Het landbouw die we nu hebben is 10.000 jaar al geoptimaliseerd. En we zijn dus heel goed in staat om die pest teniet te doen. En dan nog verliezen we heel veel. Maar ik geloof niet dat het met permacultuur zo makkelijk is. Dat hebben we nooit meer last. Het gebrek aan wetenschap is ook verschrikkelijk. Ja, dat is echt heel jammer. Dat is echt een ramp. Dat willen we dus aan bijdragen. Aan die kennisproductie over dat alternatief systeem. Ja, maar met je eens dat er een gebrek aan wetenschappelijke kennis is omtrent die alternatieve systemen. Gerik, mag ik jou wat vragen? Want ik heb je webpagina gekeken van de UvA. En daar vond ik dat je onder andere onderzoek doet naar de ecologische risk assessment van GMO. Is eigenlijk niet dezelfde kritiek ook mogelijk voor intensieve landbouw? Voor juist die moderniseringsmanieren, dat die ook nog niet helemaal uitgezocht zijn. Dat daar ook nog risico's aan verbonden zijn die wij niet kennen. Wat wij niet kennen, dat is nog een heleboel natuurlijk. Maar kijk, ik denk dat... Je moet altijd oppassen met de technologie aan de technologen overlaten. En wat dat betreft is de inmenging van biologen, ecologen, is nog steeds heel belangrijk. Want die risk assessment die is nog steeds heel erg noodzakelijk. Want technologen zijn natuurlijk die zijn heel goed in het ontwikkelen van technologieën. Maar ze zijn niet zo goed in het onderzoeken van wat de ecologische risico's daarvan zijn. Dus dat geldt bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van genetisch gemodificeerde organismen. Er zitten allerlei risico's aan en die moeten wel degelijk goed onderzocht worden. En als we de technologen hun gang hadden laten gaan, dan was dat misschien wel geëscaleerd. En dat is dankzij de ecologen of de biologen dat misschien zeg maar wat afgeremd is. Maar die technologische ontwikkeling die vindt wel degelijk plaats. En
Dan zie je ook dat er een soort, ja, er is eigenlijk een soort co-evolutie mogelijk. Dat wanneer ecologen problemen signaleren, dat de technologie daar weer oplossingen voor kan vinden. En dat je dus uiteindelijk tot goede oplossingen kunt komen die van beide kanten aanvaardbaar zijn. Dus dat, het onderzoek blijft daar heel belangrijk is in. En ook de risk assessment door ecologen. Ja, dan heb ik nog een laatste vraag uit het publiek van Sophie. Het is niet echt een vraag, maar een opmerking. Maar ik vind het wel apart dat als je op grootschalige landbouw uitvoert, dan wordt er natuurlijk ook een heleboel weggegooid en er gaat een heleboel verloren bij het verwerken daarvan. En dat wordt nu helemaal buiten beschouwing gelaten. Terwijl als je zelf kleinschalig gaat produceren, dan heb je dat hele probleem van bijvoorbeeld alles wat er vergaat in supermarkten en zo. Waar je nu ook bijvoorbeeld alles wat niet mooi genoeg is om verkocht te worden, wat je in principe wel zou eten als je het zelf zou verbouwen. Ja, ik wil hier wel op reageren. Ik bedoel, inderdaad, dat voedsel, de hoeveelheid food waste is gruwelijk. Is 40% of zo. Maar ik ben in het voorjaar in Bangladesh geweest. Alles gaat daar vrij kleinschalig. Maar verrassend genoeg hebben zij precies dezelfde food waste. Ook 40% ongeveer. Dat komt omdat zij bijvoorbeeld geen mogelijkheden om het op te slaan. Je moet alles natuurlijk dan zelf gaan opslaan. Je hebt een oogstseizoen en daarna wil je het hele jaar wil je voedsel eten. Dat moet je allemaal opslaan. Nou, dat is helemaal niet zo makkelijk. Daar moet je gigantische koelkasten voor hebben. Hebben ze daar niet. Dus het is helemaal niet zo gezegd dat het grootschalige systeem voor de food waste per se slechter is. Voedsel opslaan. Met één land als voorbeeld. Wat? Met één land als voorbeeld. Ik vind het wel echt een heel groot verschil en veel slechter. Juist die intensiviteit en juist het feit dat er zoveel beschikbaar is, leidt ertoe dat wij ook gewoon daar makkelijker mee om kunnen gaan. Makkelijker kunnen wasten. Het food waste is dus in ontwikkelingslanden net zo groot een probleem. Het is belachelijk dat het hier nog steeds net zo groot is. Dat het globaal. Het is overal een probleem. Het is echt heel moeilijk om voedsel zo lang op te slaan. Ja. Nou, en laten we, ik bedoel, de conclusie hiervan is dat het zowel op het kleinschalige niveau als op het grootschalige niveau moet er nog heel veel gebeuren om die food waste terug te dringen. En dat maakt eigenlijk niet zo gek veel uit welk niveau je kijkt. Ik weet van vroeger bijvoorbeeld dat kennissen en familieleden die een moestuin hadden, die zeiden altijd, er is niet tegenop te eten. Dus die moesten heel veel van hun sla wegdonderen. Omdat als ze het aan anderen aanboden, die zeiden, nou, ik hoef die arme tierig uitziende sla niet. En nou ja, daar moet dus heel veel in gebeuren. Maar dat was net zo erg, denk ik. Dus ik ben het ook hier weer met Hidde eens, denk ik. Zit er dan niet een hele moeilijke tijd eigenlijk, dat je dan... Je zit in een hele moeilijke tijd nu eigenlijk, dat je niet precies weet waar je eigenlijk heen wilt. Je wil niet misschien heel veel technologie, omdat je niet zeker weet wat er ermee gaat gebeuren. Je wilt ook niet terug naar stadslandbouw. Maar wat wil je dan eigenlijk wel? Nou, ik denk inderdaad, wat je zegt, een van de grote problemen is dat er altijd stromingen zijn, zodat je nooit ergens voor kiest. Het is altijd, ja, de ene stroming wil dit en de andere wil dat. En dus blijf je altijd een beetje een soort mozaïek houden van er gebeurt van alles wat en er is niet een duidelijke keuze. Zodat je nooit er echt kunt voor gaan. Je streeft nooit één bepaalde visie na, waardoor het altijd een beetje behelpen blijft. En daarom zeg ik ook, je moet op alle mogelijke vlakken moet je proberen het zo goed mogelijk te doen. En dat moet je op het grootschalige vlak, dat moet je op het kleinschalige vlak. Maar ik denk dat het wel interessant is om na te denken over of je inderdaad heel veel biodiversiteitswinst boekt als je het op het kleinschalige vlak probeert. Want dat is een beetje de algemene tendens. En daar zou je dus best wel eens aan kunnen twijfelen. Dan nog een laatste vraag aan jullie allemaal. Wat zouden jullie de mooiste uitkomst van het project van Anne Stuyn en Ruig te vinden? Wat de beste zijn wat eruit zou komen? Ja, wat ik daarover wil zeggen eigenlijk, zeker op de dag van duurzaamheid natuurlijk, daar wil ik graag dan bij aansluiten, is dat als je nu naar de wereld kijkt en het landbouwsysteem van voedselproductie, dan zie je eigenlijk dat er heel veel mis is, dat er ontzettend veel fossiele brandstoffen nodig zijn om ons voedselpatroon eigenlijk mogelijk te maken. En dat zit voornamelijk ook in je eigen vraag. Je eigen drang naar meer vlees. Daar zit het in heel veel mensen hun vraag. Ik hoop dat initiatieven als Anne Stuyn uiteindelijk bij mensen een besef geeft om dat aan te passen. En dat dit soort initiatieven eigenlijk veel meer van de grond komen en... Zoiets, dat hoop ik op. Top. Gerard, voor jou dezelfde vraag. Wat zie jij als een goede uitkomst van het project? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen in het algemeen rond het Science Park in de omgeving, dat die steeds beter gaan beseffen op basis van het proefproject wat hier is,
wat je kunt bereiken met wat meer natuur in de stad. En dat ze inderdaad ook een beter besef hebben van waar voedsel vandaan komt. En wat er allemaal voorbij komt kijken om dat te produceren. En een goed voorbeeld is voor hoe je op een meer ecologische manier met voedsel bezig kunt zijn. En ik denk dat dat een belangrijk voorbeeldfunctie kan hebben. Belangrijker dan dat je echt in de onderzoekssfeer, daar is het nog wat te kleinschalig voor. Maar als voorbeeldfunctie naar de mensen op het Science Park en de mensen in Amsterdam, denk ik, kan heel groot zijn. Je voelt hem aankomen. Ja, dat zal het. Ja, voor mij geldt ook. Ik hoop dat mensen gewoon beseffen hoe mooi het is om je eigen voedsel te maken. Maar ook hoe verschrikkelijk moeilijk dat is. Dus dat er ook een soort uitvloeit dat het huidige systeem of dat boeren gewoon niet de duivel zijn. Want het is gewoon echt heel moeilijk om genoeg voedsel te produceren. Dat hoop ik dat er een beetje uitkomt. Oké, fantastisch. Dankjewel voor jullie enthousiaste antwoorden op onze mooie vragen. Oké, we hebben nog een paar mededelingen. Ten eerste, we hebben dit in samenwerking met UvA Green Office gedaan. Bij hen kun je vandaag in het kader van Dag van de Duurzaamheid plastic flesjes kopen. Die hoef je dan volgens niet meer weg te gooien, maar kan je elke keer opnieuw bewaren. Waardoor we hopelijk wat minder CO2 uitstoten. Nog een andere opmerking is, vond je deze beta break nou heel rommelig of juist heel goed? En denk je van, dit kan ik beter? Beta break stuurt opnieuw wat mensen voor in de commissie die het leuk vinden om dit te doen. Maar ook andere dingen kun je bijvoorbeeld aan denken, zoals het maken van posters, schrijven van teksten, het binnenhalen van een mooie bank vol sprekers. Je kan solliciteren tot de 14e oktober op redactie@betabreak.nl. Of kom naar voren en stel even wat vragen aan ons, we zijn hier nog wel een paar minuten. Ten slotte, terugkijken, heb je iets niet begrepen of denk je van ik wil nog eens een keer iets terug horen? Je kan het terugkijken op www.betabreak.nl. Dat was het wel. Dankjewel voor jullie aandacht en tot de volgende maand. Als jullie nog iets willen weten van de sprekers of nog verder willen discussiëren, ze zitten hier klaar. En kom zeker naar voren om verder te discussiëren erover.